Er in het afgelopen jaar weer zo'n 560.000 nieuwe bijgekregen. En op de Nederlandse wegen rijden nu bijna 4 miljoen personenauto's. Maar in diezelfde tijd zijn er ook weer zo'n 260.000 verdwenen naar de schroothoop. Uit die wrakken worden de waardevolle delen, zoals de accu die veel lood bevat en de radiator waar veel koper in zit, weggenomen. Ook het motorblok en de stalen wielen met de banden worden verwijderd. Voor de verwerking van de rest is nu in Den Bosch een nieuwe installatie in gebruik die in staat is de delen van het karkas die nog waarde hebben te scheiden van de waardeloze. De naam van deze zogenaamde shredder-installatie die door één man bediend kan worden is afgeleid van een Engels werkwoord dat fijn snijden betekent. En inderdaad komen de autowrakken er in kleine snippers uit. Uit de shredder, die een capaciteit heeft van 60 autowrakken per uur, wordt het versnipperde materiaal via een lopende band omhoog gevoerd. Langs deze band bevinden zich verschillende was- en afzuiginstallaties. Via één daarvan wordt afval, zoals stoelbekleding, direct naar een container gevoerd. Het ijzer uit de metaalsnippers wordt in een draaiende magneettrommel gescheiden van de non-ferrometalen, die voorlopig nog door mensenhanden gesorteerd worden in koper en aluminium. Het hoogwaardige shredderschroot, zoals het nu heet, wordt tijdelijk opgeslagen en daarna als bulk veelal per schip geleverd aan de staalfabrieken in de landen van de EEG en daarbuiten. En dan wordt via de fabricage van staal voor de auto-industrie de cirkel weer gesloten. Enzovoort, enzovoort, enzovoort.